Dat lijkt mij gelul van de allerbovenste plank. We hebben helemaal geen enkele morele verantwoordelijkheid om ons eigen milieu te verpesten ten opzichte van de tomateneters of de vleeseters in Duitsland. Met Verlossum, kunt u mij horen? Zometeen in deze podcast bespreken we een van de meest iconische ruimtes in het Witte Huis. Maar eerst werpen we een blik op de verkiezingsprogramma's die hier in Nederland langzaam binnendruppelen. Dat doen we overigens nog steeds op afstand, want Maarten is op reis in Oost-Duitsland. Volg je wel een beetje de actualiteit daar tijdens die reis? Nou, ik zie niet zo afgezien van het feit dat ik natuurlijk wel elke avond vanavond mijn laptop kijk of Nederland nog bestaat en of er niet hele wonderlijke dingen zijn gebeurd. En mijn indruk was dat we toch nog deels in komkommertijd leven in Nederland. Waar baseer je dat op? Nou, dat er eigenlijk nou niet zo verschrikkelijk veel gebeurd is. Tegen de achtergrond van de verkiezingscampagne die eraan komt en hoe die bemand zal worden. Ja, ik begreep dat de linkse combi heeft een aantal Kamerleden bekendgemaakt. Iemand schreef, Joop van den Berg schreef in zijn column terecht, hebben wij wel behoefte aan 3 CDA's. Namelijk de echte CDA die er ook nog is. En dan natuurlijk de boeren-CDA van de BB-beweging. En dan nu eigenlijk een door het omzicht uit de doden herrezen CDA. Geheel voorzien van traditionele CDA-ideeën. We hebben nu dus eigenlijk 3 CDA's. Dat is volgens mij wel een leuke constatering. Heb je de plannen van de PvdA GroenLinks, want dat was inderdaad ook deze week, heb je die een beetje bekeken? Bijvoorbeeld met minimumloon van 16 euro per uur, een OV-klimaatticket voor reizende daluren. Ja, dat waren toch meestentijds dingen die je wel zo'n beetje verwacht zou hebben. Daar was nou in feite niks bij wat een revolutionair karakter heeft. Ik moet zeggen dat ik bij mijn weten is het minimumloon nu iets van 11 euro per uur. En dus zet naar 16 euro, dat is een forse verhoging. Maar ik ben daar niet tegen in principe. Ik weet niet wat de macro-economische consequenties zijn, maar ik ben daar niet tegen. Sowieso is mijn indruk, dat was niet alleen de linkse combi, maar dat geldt ook in hoge mate natuurlijk voor Omtzigt. En deels voor de BB-beweging, we hebben het er al over gehad, dat er eigenlijk een belangrijke kwestie wordt gemaakt bij de komende verkiezingen. Van bestaanszekerheid. En het gaat natuurlijk eigenlijk over de onderkant van de Nederlandse samenleving. Ook dat hebben we vaak besproken, dat die er natuurlijk in de afgelopen 20 jaar bakkaait af is gekomen. Nederland is een schatrijk land, rijker land, Duitsland, kan ik iedereen verzekeren. En tegelijkertijd zie je steeds dat als er bijvoorbeeld als gevolg van het oplopen van de energieprijzen problemen zijn, dat een relatief en onverwacht groot deel van de bevolking dan in de financiële problemen komt. Nou, dat is een kwestie die aangepakt zal moeten worden. Ik vond het ook heel opmerkelijk dat de VVD, die natuurlijk hard koerste op immigratiepolitiek als hoofdonderwerp van de verkiezingen, dat die plotseling ook over de kwestie van de bestaanszekerheid begon te praten. Ja. En wat ja, ik vind dat prima. Ik hoop dat iedereen over de bestaanszekerheid gaat praten. Want die onderkant van de samenleving is natuurlijk wel degelijk tekort gekomen. Ja. Hey, wat vind je van het plan van Timmermans om miljonairs en grote bedrijven, dus de plannen van extra armoedehulp en ook dat hoge minimumloon en ook meer inkomen voor de lage en de middengroepen te laten betalen? Nou, ben ik niet tegen, moet ik eerlijk zeggen. Alleen lijkt mij daar het probleem een klassieke probleem. Namelijk dat de hele grote vermogens en natuurlijk ook de inkomens van hele grote internationaal opererende bedrijven vaak voor de Nederlandse overheid niet toegankelijk zijn. Hele rijke mensen kunnen, zoals iedereen weet, hun geld overal in de wereld stallen op een zodanige manier dat je er niet bij kunt. Op een zodanige manier dat je ook geen idee hebt hoeveel het is en hoe het in elkaar zit. En het is algemeen bekend dat in internationaal opererende bedrijven, althans jaren geleden was het al zo, dat die heel merkwaardig in Nederland geen winst maakten, maar elders wel. En waarom niet in Nederland? Omdat dat dan relatief zwaar belast zou worden. Dus je moet eerst uitleggen hoe je, op welke wijze je dat gaat belasten. En daar ben ik erg benieuwd naar. En het lijkt mij eerlijk gezegd
dat je dat zonder medewerking van de Europese Unie, is dat meer wenspolitiek dan direct uitvoerbaar beleid. Oké. En waar heeft dat dan mee te maken? Want we kunnen die regels toch zelf hier in Nederland bepalen? Nou, dat heeft mee te maken dat je natuurlijk dat grote bedrijven niet waar met een efficiënte accountant, die kunnen de winsten van het bedrijf, die kunnen ze op laten treden waar ze maar willen. Als wij in Nederland hele hoge winstbelastingen zouden hebben, dan maken ze bij ons geen winsten meer. Maar elders wel, dat zijn hele simpele operaties, eerlijk gezegd. Dat is een van de grote problemen waar de hele wereld mee worstelt. Dat de allerrijksten, of dat nu Amerikanen zijn, of Nederlanders, of wie dan ook maar, dat die onbereikbaar zijn, omdat ze hun geld kunnen stallen in de bekende Panama, de Cayman-eilanden, allerlei landen die daar graag een welkom aan bieden. Dat is in feite een praktisch gezien een onoplosbaar probleem. Zolang wij niet bereid zijn om al die belastingparadijzen aan te pakken. Zolang wij al enorm veel problemen veroorzaken, omdat andere landen vinden dat wij ook een belastingparadijs zijn. En het blijkt steeds heel taai om dat in Nederland aan te pakken, dat probleem. Ja. Hey, ander ideetje. De bibliotheek, buurthuis en de buslijn moeten vaker terugkeren in stad en dorp. Dat wil Timmermans ook. Vind je dat goed, de bibliotheek, dat die terugkeert? Ja, daar ben ik wel erg voor. Ik vond het beleid waarbij die kleine bibliotheken op het platteland werden gesloten, dat vond ik wel zo'n ongelooflijk lullig, kortzichtig beleid. Als dat terug kan, ja, dat zoveel geld hoeft dat niet te kosten. En, maar dat zou sowieso zeggen, waar we het ook wel eens, of daar heb ik dat wel eens verteld. Ik heb regelmatig voor de Rabobank gesproken en er werd bij die conferenties, bij die bijeenkomsten altijd geklaagd door vooral oudere klanten, dat het Rabobankkantoortje in hun dorp gesloten was. Vanwege bezuinigingen door de Rabobank. En dan wist je dat de Rabobank in het jaar, weet ik veel, 4,5 miljard had verdiend. Maar het belazerd was om zijn kleine kantoren in Brabantse dorpen open te houden. En daar werd dan over geklaagd. En ik vond het altijd een onbegrijpelijk, volkomen onbegrijpelijk soort van beleid. En in zekere zin geldt precies hetzelfde voor buurthuizen. Of bibliotheken in kleine plattelandscentra. Een van de redenen natuurlijk van de gele hesjes en veel terechte verontwaardiging op het platteland is dat, laat maar zeggen, de service sector, het sociale aspect van onze overheid daar vanwege bezuinigingen gesloten en opgeruimd wordt. Dat is natuurlijk idioot. Dat is een volkomen verkeerd begrip bij bezuinigingsbeleid. Wat wij natuurlijk weer te danken hebben aan dat hele neoliberale idee dat het allemaal goedkoper en simpeler enzovoort enzovoort zou moeten. Dus ja, ik ben erg voor de terugkeer van kleine bibliotheken op het platteland. Ik neem aan dat zo'n BB-beweging daar ook volledig voor is. Ja, zeker, zeker. En jij hebt het vaak over Europa. In dat kader is het ook wel interessant om eens te kijken naar het programma van de man die jij ook geïnterviewd hebt, Laurens Dassen van Volt. Zij hebben best wel concrete plannen, namelijk bijvoorbeeld privéjets die moeten verboden worden. Ja, dat mag van mij ook verboden worden. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Het lijkt mij een vorm van een grondige geldverspilling. En niet noodzakelijke vervuiling, eerlijk gezegd. Ook daar weet ik niet of daar niet allerlei methodes zijn om dat te omzeilen. Nogmaals, heel veel van die dingen die natuurlijk bij allerlei verkiezingscampagnes hoopvol worden voorgesteld, daarbij moet je altijd afvragen, is dat ook daadwerkelijk te organiseren als je maatregelen gaat nemen? Wij zijn geen eiland. Ja. Wij zijn geen eiland. Wat ver verwijderd is van tal van landen in deze wereld. Wij zijn een piepkleine uithoek van de Europese Unie. En ja, wij zullen al, als je dus privéjets wil verbieden, waar ik overigens, dat ben ik, vind ik allemaal prima. Maar dat zul je natuurlijk ook in Europa moeten coördineren, anders lijkt mij dat niet uitvoerbaar. Maar dat wil hij ook, hè? Dat is natuurlijk een Europese partij, dus zij zeggen ook alles moet onder een Europese paraplu gebeuren. Dan zul je natuurlijk onmiddellijk getroffen worden. Door allerlei lieden die daar niets voor voelen. Ik zou maar zeggen, Duitse ondernemers die misschien regelmatig van Hamburg naar München moeten. Gegeven natuurlijk het ongelofelijke prutsen
van de Duitse baan zullen die dolgraag willen vliegen. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 als realiseerbaar. Oké. Okay. Ander plannetje van Volt. Vervuilende fabrieken moeten dicht totdat ze duurzaam zijn. Een geweldig plan. Maar ga het maar uitvoeren. Dat valt niet mee. Nou, dan moet je het laten sluiten nu. En wachten tot het duurzaam gemaakt is. En ik denk dat de Indiaanse bezitters van Tata Steel zullen zeggen, nou, als je het sluit, dan kun je maar beter definitief sluiten. Want ze vinden vast een locatie waar we het makkelijker zouden kunnen doen met de huidige productiemethoden. Dat is toch ook het probleem waar je bij zulke bedrijven als Tata steeds tegenaan loopt. En dat ze zullen zeggen, ja, wacht nou even. Als jullie niet meer lang van ons zeuren, dan sluiten we de tent. En wat zij ook willen, dat zijn nog een paar andere ideetjes die ook samenhangen met de klimaattransitie. Ze zeggen, als je nou spullen hebt besteld op het internet en die worden ongebruikt teruggestuurd, moet er een verbod komen op het vernietigen daarvan. Nou ja, ik heb daar de meest gruwelijke verhalen over gehoord. Van spullen die mensen bestellen, sterker nog gebruiken en dan weer terugsturen. Omdat ze beweren dat het niet de juiste spullen zijn, ja. Ik hier zittend op mijn keurig hotelkamertje weet ik er daar een oplossing voor. Maar ik zou zeggen, ook dat is weer niet simpel. Want dan moet je natuurlijk door een stok en een wiel in het wiel steken van dat, die idiote rommel die we voortdurend bestellen en thuis laten brengen. Hey, en dan nog één puntje uit hun plan, namelijk op je 16e moet je al kunnen stemmen. De jongeren moeten beter gehoord worden. Daar ben ik 100% tegen. Om de eenvoudige reden dat je op je 16e niet de flauwste benul hebt waar je op zou moeten stemmen. Heel veel Nederlanders hebben hun hele leven eigenlijk niet de flauwste benul waarop ze zouden moeten stemmen. Toen ik zo oud was, mocht je pas stemmen als je 23 was. En eerlijk gezegd vond ik dat een prima regeling. Dat hebben wij verlaagd van 23 naar 18. Om de op zichzelf redelijke reden dat je op je 18e wel in dienst mocht en je wel voor je raap mocht laten schieten voor het vaderland, maar dat je dan niet mocht stemmen. Maar als het je aan mij zou liggen, zou ik de stemgerechtigde leeftijd nog weer optrekken naar wat het vroeger was, 23. Ja, dat klinkt niet sympathiek, ik weet het. Dit, alles voor de jonge mens en oh, wat geweldig de jonge mens, maar ik heb een vrij omvangrijke ervaring in mijn leven opgedaan met de jonge mensen. En ik kan vrij redelijk argumenteren dat je mensen van 16 geen stemrecht moet geven. Dan nog even kijken naar het CDA. Die hebben ook hun plannen gepresenteerd. Vooral de burger moet meer vrijheid krijgen, staat in hun programma. En er moet ook een die hoeksteen van de samenleving, dat wat Balkenende altijd zei, dat willen ze ook weer terugbrengen. Ja. Je voelt uit je water wat een vaag gelul dit is. Want dit heeft natuurlijk zulke uitspraken hebben alleen betekenis als je de concrete maatregelen aanhangt. Anders niet, toch? De burger moet meer vrijheid krijgen. Op welk terrein, als ik vragen mag? Op het terrein van de vrije meningsuiting? Of mogen vrouwen met blote borsten over straat? Allemaal ontzettend leuk. Natuurlijk moet de burger meer vrijheid hebben. Maar wie, wat en waar en hoe? Als dat niet geconcretiseerd wordt, dan heb je aan zo'n uitspraak helemaal niets. Dat is gewoon vage praat. Iedereen is voor meer vrijheid. Want je zult niet gauw een partij horen zeggen wat we moeten doen. Is de vrijheden van de burger aanzienlijk beperkt? Dat zou je niet gauw horen. Terwijl ik zo wel 2 of 3 dingen kan verzinnen om de vrijheid van de burger aanzienlijk te beperken. Denk aan die godvergeten motorfietsjes, of weet je die dingen, die scootertjes, om eens even aan een vrijheidsbeperkende maatregel te tippen. Ja. Dus ja, ze zijn nogmaals zulke vage praatjes, dat ik kan daar niks mee, eerlijk gezegd. Ze zijn wel iets concreter bijvoorbeeld op het gebied van de wateraanpak. Daar laten ze zich ook horen. Ze zeggen het water in Nederland is vervuild en moet schoner. En de boeren moeten op dat gebied veel vrijheid krijgen. Het CDA gaat niet voorschrijven hoe de kwaliteit verbeterd moet worden. Dat moeten die boeren maar zelf doen. Dat is helemaal vrij komisch toch. Omdat ik dacht dat de waterkwaliteit bijvoorbeeld enorm veel last heeft van mestinjectie. Ik weet daar overigens te weinig van om er serieus iets over te zeggen. Maar om te zeggen,
De waterkwaliteit moet flink omhoog, maar dan de boeren die hoeven daar verder niets van te merken. Dat lijkt me al zo'n wonderlijke contradictio in terminis, dat het ook dat lijkt mij eerlijk gezegd typisch vage ja, campagneretoriek. Dat krijgen we nu natuurlijk tussen nu en 22 november krijgen we een stortvloed van kletskoek over ons heen gestort, die natuurlijk grotendeels niet te concretiseren valt. Ja. Nou, nog één dingetje dan. Ze willen een hashheffing. Dus coffeeshops moeten extra belasting gaan betalen. Oh, mogen mag het dan ook vrij aangeleverd worden? Hoe is het dan? Dan moet je ook de hele zaak legaliseren, zou ik zeggen. Het is natuurlijk een beetje flauw om dan op één sectortje een iets hogere heffing te doen. Zorg nou eens dat die hele bietboel, dat die volledig aan alle kanten gelegaliseerd wordt. Maar ik weet niet hoe dat juridisch in elkaar zit. Ja. Sowieso kunnen we natuurlijk gezamenlijk makkelijk constateren dat de hele strijd tegen de drugs een volledig verloren strijd is, waar we enorme hoeveelheden energie en geld in steken, zonder dat het ook maar iets helpt. Helemaal niks helpt. Nee. Heb je ook nog iets meegekregen van die HJ schoollezing die Caroline van der Plas heeft gehouden? Ja, dat heb ik wel gezien dat ze dat had. Maar om, als je me nou vraagt wat voor concreet, dat waren ook in mijn herinnering in ieder geval, ook allemaal ja, van die vage mededelingen waar de mens tegen is, maar waarvan niet uit wordt gelegd hoe je ze moet concretiseren. Dus ja, ik weet niet, heb je daar een lijstje van wat ze al zo te melden had? Ja, ik kan wel wat dingetjes delen. Bijvoorbeeld onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens en die moeten we serieus nemen, heeft ze gezegd. Ja, nou ja, dat is nogal een vreemde uitspraak natuurlijk, want daarbij is mijn onmiddellijke vraag, wat zijn onderbuikgevoelens? Dat vind ik wel interessant om te weten. Ik denk dat bijvoorbeeld dat ik heel andere opvattingen heb over onderbuikgevoelens als veel andere Nederlanders. Bestaat er een bruikbare door van mevrouw van der Plas gegeven en sluitende definitie van onderbuikgevoelens? Nee, die bestaat niet. Het is gewoon vage kletskoek en niks anders dan dat. Misschien vindt zij zelfs wel mijn hele fijne gevoelens juist weer onderbuikgevoelens. En nogmaals, dat is toch een slag in de lucht. Dat onderbuikgevoelens ook gevoelens zijn. Ja, dat is wel waar op zichzelf, maar wat heb je aan de constatering? Ja, en verder zegt ze dat er een vertrouwenscrisis is, hè, in Nederland tussen burger en overheid. En daardoor pleit zij voor een tweede naoorlogse wederopbouw aan de hand van het Norberstaat-principe. Dat is een Twents woord voor nabuurschap. Ja, ook hartstikke fijn. Ik weet niet hoe dat in Twente zo draait. Ik zou eerst wel eens een onderzoekje willen zien. Zijn Twentse buren aardiger voor elkaar dan Utrechtse buren, om nou maar eens iets te noemen? En zijn ze in Twente gelukkiger door de naberschap, dan ze bijvoorbeeld in Utrecht zijn of in Noord-Holland? Dit is ook allemaal op het niveau van algemene kletskoek natuurlijk. Daar zou ik ook zeggen, als je niet weet hoe het zit, als je het niet definiëren kan, als het geen praktisch aspect is, maar vage gevoelens, ik durf het nauwelijks onderbuikgevoelens te noemen, Dan heb je er toch helemaal niks aan. Ze zegt bijvoorbeeld ook, overheid moet stoppen met een groot bedrijf te zijn waar alles draait om geld en efficiëntie. Ja, dat is ook iedereen wel voor, denk ik. Dat is ongetwijfeld zo. Zij heeft op zichzelf gelijk in de constatering dat de Nederlandse burger een aanzienlijke hoeveelheid vertrouwen in de overheid verloren heeft. Dat is een volkomen juiste constatering. Je kunt in alle rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau lezen dat deels het geval is. En hoe is dat zo gekomen? Dat is zo gekomen doordat de zittende partijen in de diverse kabinetten er een zootje van hebben gemaakt op een reeks van terreinen. Waarbij ik ook weer geneigd ben te zeggen dat is deels voor veroorzaakt door dat voortdurende idee het moest sneller, het moest beter, het moest simpeler. En kijk wat het ons heeft opgeleverd. Een reeks van administratieve rampen die natuurlijk nog lang niet opgelost zijn. En waarvan het zeer de vraag is of ze op korte termijn zullen worden opgelost. Kijk, in de verkiezingscampagne zal iedereen roepen dat het moet worden opgelost. En wel meteen. Sterker nog, door een hele nieuwe wederopbouw van het vaderland
Maar zodra de campagne klaar is, weet niemand precies wat een nieuwe wederopbouw eigenlijk zou moeten betekenen. Dus ik wil wel ook hier graag concreet hoeveel mensen gaan daaraan werken. Op basis van welke uitgangspunten. Hoe is dat juridisch georganiseerd? Waarom zijn de Groningse problemen nog steeds niet opgelost? Waarom is nog steeds de kwestie van de toeslagen een gigantische bende die nog jaren gaat duren? Daar moet je toch hele concrete voorstellen dan voor doen. Ja, nou, ze noemt één dingetje bijvoorbeeld. Bindende referenda op zowel nationaal als lokaal niveau voor meer vertrouwen tussen burger en overheid. Nou, ik weet niet. Ik hoop het dat zou kunnen. Ik ben eigenlijk een tegenstander van referenda, zoals je dat weet. Omdat die referenda in de praktijk altijd over hele andere dingen gaan dan waar ze onwaarschijnlijk over gaan. Dus ook daar zou ik zeggen, laten nou de bestaande vertegenwoordiging in Nederland hun werk eens een beetje beter doen. Daar zou al veel mee gewonnen zijn. Want als je het hebt over de toeslagen of over Groningen of over de Belastingdienst die niet goed functioneert, dan moet je de Tweede Kamer aanspreken. Daar zitten de mensen die daar uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn dat niet in orde is. En vanzelfsprekend onze regeringen van de afgelopen jaren. Ja. Ze zegt ook, er is veel te veel aandacht gegaan naar de grote steden en er zijn plattelandsregio's stelselmatig vergeten. En zij noemt dat institutioneel urbanisme. En ze wil daarom meer geld en ook voorzieningen en waardering, zegt ze, voor die plattelandsgebieden. Nou ja, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar ja, in steden wonen veel meer mensen die allemaal hele specifieke stedelijke problemen hebben en het lijkt mij dat als er veel meer mensen wonen, dat je prioriteiten natuurlijk ook als een democratische regering iets meer in de richting van veel meer mensen zullen leiden dan naar veel weinig mensen. Maar we hebben het er straks al gehad over het feit dat diverse voorzieningen op het platteland, mijns inziens, volkomen onterecht zijn gesloten. Neem kleine bibliotheken, neem misschien dorpshuizen, ga zo maar door. Dus ja, ik vind dat onterecht dat dat allemaal op basis van efficiëntie gesloten is. Net als ik het onbegrijpelijk vind dat die stomme busmaatschappijen die we dan allemaal geprivatiseerd hebben, niet waar lijnen opdoeken omdat als er niet voldoende mensen in de bus zitten. Dat is een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat die bussen rijden, ook wanneer er niet zoveel mensen in zitten. Dus daar op dit gebied ben je het met Caroline eens? Op dit punt ben ik het wel met haar eens, maar dat wil niet zeggen dat je het geld dan weg moet halen bij de stedelijke problemen. In feite moet de hele Nederlandse overheid in wat ruimer opzicht aandacht besteden aan de burgers die last hebben om, laten we zeggen, het hoofd overeind te houden, of hoe moet je dat zeggen, zichzelf overeind te houden. Dat is in de afgelopen jaren, niet waar, is dat allemaal gesneuveld in de bekende bezuiniging, het moet sneller, beter, efficiënter, allemaal gericht op. Hè? Maak nou eens een regeling waardoor ook Maarten Verlossen begrijpt hoe die aan een DigiD-nummer moet komen. Hey, en ze stond ook stil bij iets wat jij vaker benoemt rondom de voedselproductie. Namelijk dat heel veel van het voedsel dat hier wordt gemaakt, dat gaat naar het buitenland toe. Hè? Maar zij zegt dat is helemaal geen probleem. Export is geen vies woord, het is een noodzaak. Nou ja, het is een noodzaak. Het probleem is dat wij op een aantal terreinen de agrarische, de industriële agrarische productie, want zo kun je het wel noemen, ook hele negatieve gevolgen heeft voor de directe omgeving. En als je dan eens ziet dat daar een groot deel van wat er geproduceerd wordt naar het buitenland verdwijnt, dan is het toch niet onredelijk om eens achter op je hoofd te krabben. En je af te vragen hoe zinvol is het, niet waar, om hier, niet waar, in Nederland het milieu te vervuilen, ten behoeve van productie, een product wat vervolgens naar het buitenland verdwijnt. En dat is toch heel raar, of niet? Nou, zij zegt dat wij als vruchtbare delta, zoals ze het noemt, een morele verantwoordelijkheid hebben om voedsel te produceren en mensen te voeden. Dat lijkt mij gelul van de allerbovenste plank. We hebben helemaal geen enkele morele verantwoordelijkheid om ons eigen milieu te verpesten ten opzichte van de tomateneters of de vleeseters in Duitsland. Nou, ja, zij zegt dat mensen die zo redeneren zoals jij nu redeneert, dat zij de voedselproductie en ook de veiligheid in Nederland op het spel zetten.
Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd helemaal geen klap van. Als wij hele grote hoeveelheden voedsel exporteren, dan moet je afvragen als dat ten koste gaat van, laten we zeggen, milieu en omgeving in Nederland, dan lijkt het mij niet onredelijk om daar serieus over na te denken. Kijk, haar uitgangspunt is vrij simpel, namelijk dat de Nederlandse industriële agrarische productie in de ruimste zin van het woord ongeveer zo moet blijven als die is. En we hebben eigenlijk al jaren geleden ons gerealiseerd en we beseffen ons dat dat niet zo kan blijven, dat dat in sommige opzichten beperkt moet worden. Is het zo dat de overheid zelf die omvangrijke productie heeft gestimuleerd? Ja, dat is zo. En in die zin worden de boeren het slachtoffer van een overheidsbeleid wat tegen de grenzen van zijn mogelijkheden aanloopt. Dat is zonder meer een feit. Maar om alles te houden zoals het is, dat lijkt mij echt, laat staan dat dat een morele plicht zou zijn, dat lijkt mij onzin. Maarten, ze heeft het ook over de witte boerderoverheid. En daarmee bedoelt ze... Wacht even. Waar heeft ze het over de witte... Witte boerderoverheid noemt zij het. Oh. Maar is het de bedoeling dat alle Haagse ambtenaren in overal op het werk komen of zo? Nee, maar zij zegt van de overheid die werkt nu voor mensen die zich heel makkelijk aanpassen in Den Haag. En als ze in Brussel zijn en New York, dan kunnen ze daar ook hun gang gaan. Maar er zijn ook mensen die voelen zich alleen maar thuis in bijvoorbeeld Kanaleiland in Utrecht of de Rivierenwijk in Deventer. En voor die mensen moet de overheid er ook zijn. Dus die stropdassen, die moeten er dus allemaal uit. Ik begrijp niet goed waarom dat iets met stropdassen te maken heeft, dat je je ook in New York op je plaats voelt. De woonnemers in New York dragen ze ook gewoon stropdassen, hoor. Ik weet niet of ze dat wel eens gezien heeft, maar misschien moet ze daar eens gaan kijken dan, in dat geval. Dat je je thuis voelt in Manhattan en dat je je daar makkelijk beweegt, heeft meestal te maken met het feit dat je een omvangrijk inkomen hebt, want het is nogal een dure business daar. Ik moet zeggen, ook hier lijkt mij dat een onderscheid wordt gemaakt wat misschien voor sommige mensen telt. Maar heel veel mensen zijn enorm gesteld op Nederland, maar vinden het ook best leuk dat ze bijvoorbeeld één keer per jaar of één keer 5 jaar naar Manhattan mogen. En dan zijn er natuurlijk wel mensen die gewoon zaken doen daar, dat is ook al een mogelijkheid. Maar ja, kun je voor alle Nederlanders een regeling verzinnen of een samenleving creëren waardoor alle Nederlanders zich ook even makkelijk thuis voelen in Bokstel als in upstate New York, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind wel, en dan komen we op een ander punt terug, dit is een beetje, ja, dat spreekt natuurlijk op het eerste gezicht aan, maar dit is gemakzuchtige praat naar mijn idee. Het is allemaal altijd te herleiden tot het probleem dat we de onderkant van de Nederlandse samenleving sociaal en economisch verwaarloosd hebben in dat voortdurend dominante neoliberale klimaat. Als ik morgen een brief krijg dat ik nooit meer naar het buitenland mag, ondanks het feit dat ik nu vandaag in Erfurt zit, dan zal ik er geen traan om laten. Ik ben in mevrouw van der Plas. Ik ben enorm gesteld op mijn buurtje in Utrecht. Ik ben enorm gesteld op Wageningen, waar ik opgegroeid ben. Ik ben enorm gesteld op het uitzicht in Wageningen vanaf de Wageningsberg. En ik zou het graag inleveren als ik moet kiezen tussen Manhattan en de Wageningse Berg. Maar laten we hier nou niet een onderscheid maken wat in feite leuk klinkt, maar wat in feite heel andere achtergronden heeft. Namelijk die verwaarlozing van mensen, sociaal en economisch, aan de onderzijde van de Nederlandse samenleving. Ik ben net zo gesteld op Nederland als al die andere mensen die door mevrouw van der Plas zijn genoemd. Ik ben helemaal geen wereldreiziger of zo. Ik hoef helemaal niet te wandelen in Nepal of voortdurend te winkelen in Boston. Helemaal niet. Ze presenteerde zich ook als een... Wat je hebt eerder gezegd, ze is de nieuwe Messias. En ze zit aan de rechterkant van het spectrum. Maar zij zei van, ik ben het nieuwe CDA en ik wil daar ook op voortborduren. En ze is er ook ooit lid van geweest, hè? Nou ja, dan zijn we terug bij dat ontzettend leuke stukje. Wat Van den Berg heeft geschreven in dat parlement.com. Kan iedereen aanbevelen. Die zegt van, nou ja, we hebben nu drie
CDA's, één kleintje, daar staan CDA en twee nieuwe. Die zijn ontzettend groot waarschijnlijk. Maar we hebben eigenlijk wel erg veel CDA's op dit moment. Ik zou alleen een lichte krimp op dit terrein niet zo gek zijn. Zeker gezien het feit dat Nederland een sterk geurbaniseerd land is. En dat nu eenmaal slechts een heel klein deel van de Nederlandse bevolking op het platteland woont. Niet waar, en daar gehecht is. Maar mevrouw van der Plas, ik ben net zo goed gehecht aan Nederland en aan mijn eigen plekken en geschiedenis in Nederland. En ik wil me niet laten wegzetten als een soort van metropoolachtige figuur die voortdurend in vliegtuigen zit en niks geeft om zijn vaderland. Mits het niet over voetballen gaat en qua medailles winnen en al dat soort van onzin. Ja. Hey, en ze ging op een gegeven moment ze ook nog een stukje zingen. Een nummer van Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Nou vind ik het al heel gek als je dan zo nadruk legt op het Nederlandse platteland. En als je dan een Amerikaans liedje gaat zingen. Dat vind ik ook al dan, zing dan toch in godsnaam een mooi lied over Bokstel. He? Ja, of iets van Benny Jolink. Bijvoorbeeld. Carnavalsslager uit een van onze zuidelijke gemeentes. Maar dan ga je toch, als je zo nadruk legt op de Nederlandse cultuur en op het platteland, dan haal je toch niet Simon & Garfunkel erbij. Nee, nee. Heb je de nieuwste peiling ook nog gezien? Ja, het was nogal een rommeltje die peiling. Ja, dat wil zeggen, ik was natuurlijk wel gefrappeerd door de daling van het Timmermans effect. En wat mij natuurlijk ook opviel, is dat anders dan meestal werd gesignaleerd dat de beide grote pijlers eigenlijk grote verschillen vertoonden. Die klaarblijkelijk niet 1, 2, 3 te harmoniseren vielen. Nou, Omtzigt is de grootste, maar dit is natuurlijk ervan uitgaande dat hij overal gaat meedoen. En hij heeft volgens mij al gezegd dat hij dat niet wil. Nee, precies. Dat moeten we allemaal nog horen, hoe dat dan geregeld gaat worden voor Omtzigt. Maar zelfs als die wat kleiner wordt dan het dat nu uit de peilingen blijkt, waar haalt Omtzigt 25 tip-top Kamerleden vandaan? Waar haalt hij 30 Kamerleden vandaan? Nergens vandaan. Kijk nou eens naar die Kamerleden die overgelopen zijn naar mevrouw van der Plas. Ik bedoel, dat zijn toch de treurigste restanten van de rechtse opwinding van de afgelopen jaren. Dus waar Omtzigt ze gaat halen, dat zou ik wel doorhaken weten, ja. En wie het zijn. Ten slotte rekening zijn die verkiezingen over 2 maanden en 3 weken. Ja, ja. En dat Timmermans nu weer wat inzakt, volgens mij heeft hij dat zelf gezegd, weet hij dat het momentum is misschien een beetje voorbij, hè? Er is weer heel veel gebeurd. Is dat nou zorgelijk dat dat nu al gebeurt of zegt dat nog helemaal niks? Nou, het zegt volgens mij niet zo verschrikkelijk veel. Mijn indruk is toch dat die peilingen daar ook een beetje laten zien dat het electoraat een beetje heen en weer zwalkt eigenlijk. En ook nog lang niet weet wat tenslotte de definitieve keuze zal worden. Je weet dat er in Klees altijd dat een tal van mensen in het stembureau nog niet weten wat ze gaan stemmen. Ja, hoe ze dan uiteindelijk bepalen wat ze wel stemmen, weet ik niet. Maar in ieder geval zijn heel veel mensen onzeker tot het laatste moment. Maar ik denk dat 2,5 maand, nee, iets meer dan 2,5 maand van tevoren, dat je op z'n best kunt zeggen over een geïndiceerde richting kunt praten, maar dat de daadwerkelijke uitslag nog wel wat kan verschillen, ja. Maar ja. Je moet dat aan een echte peiler vragen, die weten dat soort van dingen. Er was ook één peiling waar de BBB, dat was de peiling van Maurice de Hond, waar die dan toch weer wat omhoog ging. En er waren er mensen die zeiden, die spreken van het Mona-effect. Omdat Mona Keizer daar de lijst gaat, niet gaat aanvoeren, maar wel de premierskandidaat is. Ja, maar ja, ik moet je zeggen, wil ik dit verklaren, dan moet ik weer enorm beledigend uit de hoek komen. Ja, als je vindt dat Mona Keizer, als je dat zelfs je politieke keuze beïnvloedt, om het idee dat Mona Keizer minister-president wordt, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Dan is, althans voor de betrokken personen, is de toestand volkomen hopeloos. Dan zeg ik Frans Bauer aan het roer. Ja. Nou, Van der Plas heeft gezegd, iedereen praat nu over Mona Keizer als premierskandidaat, maar ze is vooral kandidaat-Kamerlid. Zo moet je het zien, zegt hij. Dat vind ik vrij verstandig gezegd, eerlijk gezegd.
We hebben het ook vorige keer al gezegd. Hou nou eens op met dat gezeik over die nieuwe minister-presidenten. Wat ik al zei. Je kunt een heel kabinet met nieuwe minister-presidenten vullen. Laten we nou eerst eens afwachten wat de verkiezingsuitslag is. A. Laten we dan eens wachten wat B. De eventuele coalitiemogelijkheden zijn. En C. Zou het me niet verbazen als we veroordeeld zijn tot een maandenlange kabinetsformatie. Dus laten we dat nou eens even afwachten voordat we Mona Keizer uitroepen tot minister-president. Ja, ik vind dat belachelijk dat Mona Keizer de nieuwe minister-president is. Maar ja, ik heb het niet voor het beslissen, zoals je weet. Nee. Hey, ander nieuws komt van Ernst Kuipers, demissionair zorgminister nu. Hij heeft gezegd, ik wil wel nog een keer door als minister, als de gelegenheid zich voordoet, maar ik ga niet meer op die kandidatenlijst staan. Nee, dat begrijp ik wel. Hij wil natuurlijk niet in de Kamer. Hij wil werk doen waarvoor hij zichzelf geschikt acht. En hij wil niet in de Kamer zitten. Dat kan ik me bij iemand van zijn leeftijd en specialisatie wel voorstellen, eerlijk gezegd. Ja. Want ik geloof wel dat hij erbij had gezegd dat hij dan minister wordt namens de D66 en niet op vrije titel. Ja, en wat bij de VVD opvalt, die hebben ook die lijst bekendgemaakt dat Erik van den Burg, dat is die staatssecretaris, hè, die helemaal in het nieuws was vanwege die spreidingswet met die migranten, die staat op plek 4. Voor de rest de top 3, allemaal dames. Nou ja, prima. Naar Mark Rutte is het misschien wel een hele opluchting. Dat het allemaal dames worden. Ja, kijk, dames of heren, eerlijk gezegd maakt mij dat totaal niks uit. Ik ben zo, al nu al zo non-binaire denker. Echt, als ze nou jurk aan hebben. Ook die stropdassen keek ik daarnet ook erg van op. Dat ze nu allemaal de stropdassen af moeten doen. Maar ik juich dat wel toe. En ik heb de stropdas altijd een totaal onzinnig ding gevonden. Feitelijk alleen geschikt om jezelf op te knopen. Ik begreep volgens mij ook dat Dennis Wiersma weer op die lijst staat bij de VVD. Wie staat erop? Dennis Wiersma, dat is die boze minister. Oh jeetje. Zou die behandeld zijn of zo? Ik heb geen idee. Ik zit nu even te kijken of dat klopt. Dat hij daar weer op die lijst staat. Volgens mij zag ik hem op de lijst voorbij komen. Nou, ik moet zeggen, het is een hele vergevingsgezinde partij. Dan stel ik wel voor dat hij dan, als hij iets gaat worden, staatssecretaris van het een of ander, dat dan niet in de onderwijssector is, die is altijd een beetje kwetsbaar, maar bijvoorbeeld in de mijnbouwsector. Dat hij daar eigenlijk zijn woede kan richten, niet waar, op substantiële zaken, zoals dat zijn kolen, stutten, mijnen, liften, enzovoort. Hey, er is ook nieuws uit Amerika, want een van de bekendste ruimtes in het Witte Huis is vernieuwd. Dat is de Situation Room. Oh, is dat zo? Dat is al nogal een benauwd kamertje wat ik ervan gezien heb. Kennelijk hebben ze daar geld in gestoken. Dat zit ergens in de kelder, de Situation Room. Ja, ik heb nooit het Witte Huis bezocht, omdat je moet lang wachten. En eigenlijk ga je dan niks te zien, want je komt natuurlijk nooit daar waar de beslissingen genomen worden. Ja, want je komt, de Oval Office, dat zit eigenlijk niet in het Witte Huis zelf, maar in een soort, het Witte Huis is met twee betrekkelijk lange gangen verbonden met twee gebouwtjes die aan links en rechts van het Witte Huis staan. En daar kom je nooit in. Het ene is namelijk de Oval Office met de president erin en aan de andere kant is een office voor de vrouw, geloof ik, van de president, als ik het wel heb. Maar dus het, ja. En ja, god. Maar ik feliciteer ze graag met een nieuwe Situation Room. Maar daar zitten ze volgens mij alleen in als het heel erg spannend wordt en zo. Zo'n foto met Obama en Hillary ten tijde van de jacht op Osama. Maar voor de rest is het volgens mij wel eens een beetje, nogmaals. Ik feliciteer ze graag met een nieuwe Situation Room. Nou ja, en Bush heeft zijn reactie op 9-11 daar gepland en voorbereid. Nou, ja, dan moet je dat boek lezen van meneer Clark. Op de avond van 9-11 is er grote verwarring in het Witte Huis. En dan zwerft de president eigenlijk een beetje rond, terwijl hij de indruk maakt dat hij geen idee heeft wat hij doen moet. Maar dan is hij al behandeld door Cheney en Rumsfeld. Want dan komt hij die Clark tegen en dan zegt hij, ja, we moeten achter... Hoe heet het dan? Achter Irak aan. Achter Saddam Hussein aan.
Dus dan is eigenlijk de kern van het besluit al genomen om alles te gaan doen wat ze beter niet hadden kunnen doen. Lees dat boek van Clark. Volgens mij heet het Against All Enemies. Oké. En Lyndon Johnson, die zou daar ook de Vietnamoorlog hebben geleid? Vanuit de situation room. Ja, het maakt natuurlijk gereed uit waar je dat leidt. Want je hebt er zit altijd natuurlijk een hele club van adviseurs omheen. Dus ja, of je het leidt uit het vakantiekamp van de president. Of nogmaals, het lijkt mij eerlijk gezegd niet vreselijk relevant waar de besluiten daadwerkelijk worden genomen. Misschien wel op de wc, je weet het niet. Nee, de Situation Room is ook niet één kamer. Hè? Dat lijkt zo, omdat die naam misschien wat verwarrend is. Maar het is een combinatie eigenlijk van verschillende kamers. Die 500 vierkante meter groot is. Ja, met massa's telefoons en zo. Zo stel ik me dat voor. Overigens, als je even 9-11 leest en hoe het de eerste uren gaat. Maar dan hadden ze de boel bepaald niet op orde. Dat kun je toch wel constateren. Dus misschien is dat nu veel beter geregeld. Dat zou kunnen. Ja, en ze hebben ook nog de watchroom. Die ligt daar ook naast. Daar kunnen ze dus live beelden altijd bekijken. Ja, als het werkt. Ik weet het niet. Nogmaals, het lijkt mij, moet ik eerlijk zeggen, totaal irrelevant waar en hoe de besluiten worden genomen als ze maar genomen worden. Of in het geval van Irak hadden ze beter niet genomen kunnen worden natuurlijk. Maar de locatie, dit is toch een beetje Napoleon slept hier, hè? Want dat je toch heel anders naar een stoel kijkt waar Napoleon in gezeten heeft, dan naar het stoel waar Napoleon niet in gezeten heeft. Maar ze hebben wel dat kamertje waar Obama die operatie tegen Bin Laden heeft gevolgd, dat hebben ze bewaard. Want dat interieur met die stoelen en die tafels en ook de wanden, begreep ik, dat hebben ze behouden om in de toekomst in de er is een presidentiële bibliotheek, daar willen ze dat tentoonstellen. Oh, oké. Nou ja, daar zie je aan wat er wonderlijke gevoelens daar. Daarbij bestaan eigenlijk, want dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel gek, dat je dan die tafel en die stoelen gaat bewaren. Maar ja, denk aan die stoel van Stalin waar ik ooit bijna op ben gaan zitten. Hoe ging dat dan? Nou, dat is in Potsdam. Maar daar hebben de grote mogendheden geconfereerd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Potsdam, Stalin wou nooit ver van huis. Dus dan confereren ze in Potsdam, wat zoals je weet een klein plaatsje de buurt van Berlijn is. En daar zitten ze, daar confereren Stalin en eerst Churchill, dan Truman. En dan wordt Churchill opgevolgd, eerst Churchill en dan Attlee. En natuurlijk president Truman en Stalin. En die zitten daar rond een tafel en dat is bewaard, daar kun je als toerist heen. En toen was een Duitse gids en die kwam een raadselachtige reden. Waarschijnlijk had hij diarree of zo. Moest hij even weg. En toen dacht ik, wat lollig. Ik stap even over dat rode koord wat er hangt en ga ik op de stoel van Stalin zitten. Met dat idee van, joh, een stoel waar Stalin op heeft gezeten. Dat voelt gewoon anders aan je achterwerk dan een stoel waar Stalin niet op heeft gezeten. En toen ging ik op die stoel zitten. En eigenlijk besefte ik al bij de eerste millimeter dat ik erop ging zitten, dat die als gevolg van mijn gewicht meteen zou instorten als ik daadwerkelijk zou gaan zitten. Dus ik ben als een soort van raket weer opgestegen. En ik heb alleen maar heel even het zitvlak aangeraakt. Maar wel van de stoel van Stalin. Oké. En er was niemand die naar je toe kwam en die zei meteen opstaan en wegwezen hier? Nee, want die gids die was weg en het gezelschap waar ik in verkeerde, vond het eigenlijk wel een lollig experiment. Oké, nou, volgende keer praten we door, dan weer vanuit Utrecht. Mocht je vragen hebben voor Maarten, laat ze achter via het linkje in de show notes. En check sowieso eventjes of je de podcast al volgt. Dat doe je heel simpel door te klikken op abonneren of op volgen. Dat lijkt mij een gelul van de allerbovenste plank. Als je ze vraagt wie vindt u de belangrijkste president van de laatste 100 jaar, dat ze nogal de neiging hebben om een van de laatste 3-4 presidenten waar ze zich iets van kunnen herinneren, om die te noemen. Een gloednieuw luisterboek. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidenten. Met als gevolg dat als je het nu vraagt, dat mensen ook zeggen dat misschien Clinton wel een geweldige president was. Niet slecht, maar niks bijzonders zou ik zeggen. Een luisterboek van bijna 5 uur lang. Download het luisterboek nu via de link in de show notes.
En in de podcast Sea Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven, hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.